Lisa Boeren, vandaag stond hier in Maria ter Heide de derby, topaffiche ook op het programma. Maria ter Heide tegen Wust Wezel, jouw ex-ploeg ook, hè? Inderdaad, dat is waar, mijn ex-ploeg. Dus nu mijn eerste seizoen met Maria ter Heide. En ja, wel jammer dat we natuurlijk zijn verloren, maar het was toch wel een goede match, vond ik, van onze ploeg. Dus, ja. Maar ja, wel jammer inderdaad. Dat we het was vooral spannend, hè? Ja, zeker op het einde, amai. Het was een mooie vrije trap van Gieten. En het lukte ons niet meer om terug te komen. Ah, er zijn nog veel matchen die komen, dus misschien dat we daar weer de 3 punten kunnen ophalen. Ja. Dan, jij scoort de gelijkmaker. Hoe ging die? Jorien kwam van de flank, gaf een voorzet en ik moest hem eigenlijk binnentikken. Dus ja, dat was verrassend. Die goal had ik niet verwacht. Ja, ja. Jullie verliezen, maar ik denk jullie komen van een lagere reeks ook. Doen het goed in die tweede klasse nu. De doelstelling was top 3 of top 5? Ja, zeker top 5. En nu staan we tweede, dus zeker top 3 nog blijven ambiëren. Dus ja, die doelstelling was er wel. En we doen dat goed, denk ik, om aan de top te blijven voetballen. Dus. Ja. Volg jij een beetje Belgian Red Flames en zo? Er is een houden schoen nu bij die voor de meisjes in het vrouwenvoetbal. Vind je dat goed? Ik denk dat dat wel goed is voor de dames, dat die ook meer aandacht aan krijgen. Mm-hmm. En ja, ik weet nu niet wie er allemaal is geselecteerd, maar diegene dat wint zal dat dan zeker wel verdienen voor toch dat vrouwenvoetbal meer naar boven komt ten opzichte van mannenvoetbal. Dus dat is wel goed dat dat er is gekomen. Ja, maar hier in Maria ter Heide is die vrouwenploeg er heel goed, hè? Ja. Wij worden hier zeker wel goed op. Allee, met toch wel een mooie accommodatie ook wel. En ze doen ook heel veel voor onze ploeg. Dus jawel, dat is hier wel goed. Ja. Mm-hmm. En wat hoop je nog voor het vervolg nu? Ik vind dat we zeker wel in die top 3 mogen blijven voetballen. En nu er komen allemaal ploegen die naar ons moeten komen vooral. Mm-hmm. Op ons veld. Dus dat is altijd wel een voordeel voor ons. En dan kunnen we wel zeker wat 3 punten pakken. Ja. Dus het wordt nog leuk voor de supporters in elk geval. Ja, zeker. Allemaal blijven komen kijken. Oké, ik dank je. Veel succes nog. Dank je wel. Okay.